Lieve avond. Ons vrijhoudelijk, stel je eventjes kort voor. Dag Freya. Dan iedereen en dan iedereen thuis. Ja, ik ben Freya natuurlijk, ja. En de oudste van de bende, 38 jaar. En daar ben ik heel trots op. Dat ik hier nog ga staan in volle graad om mijn liefde van een missen te over te schrijven. Ja, heerlijk. Ja, dat gaan we niet staan, hè. Je hoort niet wat in de zaal. Nee, ik wil alleen maar zeggen, bij 38 jaar zit een meestal een huisje, tuintje, woonpje. En daar hebben ze niet meer uit in de pot komen en zeggen ze van, dat is het. En van mij is 3 jaar geleden begonnen. En nu wordt er weer een doof. Oh ja, dankjewel. Ja, man. Freya, je bent ook bekend voor theatrale nummers en veel groot kostuum, zullen we maar zeggen. Kunnen de mensen daar iets meer van verwachten op 2 april? Of? Goh, Freya zou Freya niet zijn als dat inderdaad wel van toepassing zou zijn, want het, ik vind travestie is nog altijd, bij mij komt dat uit mijn hart. En je moet een voeding hebben met bepaalde nummers, zeker voor wedstrijden. En ja, 2 april is natuurlijk de bedoeling dat we sommige mensen, of de jury, gaan we verder wat zien. Dat is gewoon mooi, natuurlijk. En ook, iedereen weet, we hebben wat horen zeggen, dat u heel creatief bent. Hè? U hebt al onder andere kostuum zelf gestrast, kostuum uitgevonden, noem maar op, creaties zijn mooi, zullen we maar zeggen. Maar u doet ook iets anders. Pruik, kan u ons daar iets meer over vertellen over uw haar? Wel, ik was kapper. En toen ik met travestie startte, was het niet mogelijk om kapper te combineren met travestie. Dus heb ik gezegd van travestie is mijn leven, ik wil dat echt. Ben ik gestopt als kapper. En ben ik zelfstandig bijgeroepen van en nu ben ik begonnen met Freya's wigcouture. En het is de primeur, want niemand weet het bijna veel. Ik ben er al even mee bezig. Collega Queens hebben mij al mijn creaties gezien en mijn creaties besteld. Het is niet de bedoeling dat er een VTM komt voor de klanten te maken, maar het is een passie en echt niet. Ik vind het gewoon van max dat travestie veel meer is dan nu schminken en mensen performen. Bij mij is dat een leven aan het worden. Ik ben daar dan aan mee bezig en ja, dat vind ik zo fascinerend van travestie. Dat is een Oké, Freya, we zien dat we nou 1 envelopje, heel spannend. Schoon kleur. Welk nummer u bent, ik zou zeggen, doe het gerust open. En nu is spannend, klopt het of klopt het niet, hè? Er heeft iemand zijn envelopje vergeten. Ik heb gezegd dat de kandidaat wel een geluidsbrenger is. Ik heb nummer 4. Kandidaten, nummer 4 voor Nieuwstraat, wat voor je? Kira, pak het erbij. Mag ik dan een